Ruud, André, staat op bootcamp. Vrijdagavond, ja. Na werktijd. Het einde van de week is hier party. Ja. Is dat iedere week zo? Nee, dit is toevallig omdat er iemand bij ons vertrekt. Okay. En daar zijn we ook best heel trots op, want er werken heel veel jonge mensen bij ons. Dus ja. Als die weggaan, dan moet je dat vieren. Als ze komen, vieren we trouwens ook. Ik heb van Jack Welch, met wie ik bij GE heb mogen werken, geleerd dat je je succes altijd moet vieren. Nou, dat doen we dus ook volop hier. Ja, ja, ja. Maar dit is een bedrijf. Er wordt hier exorbitant hard gewerkt, want het is nu vrijdagavond, wat is het? Het is 7:15 en er zitten hier nog steeds start-ups te werken. Ja. En dat is ook wat wij zoeken. Hè. Wij zoeken mensen die het beste bedrijf van de wereld willen bouwen en die bereid zijn om deze stoelen op te eten als het nodig is, om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is voor ons heel belangrijk dat we hele gedreven mensen binnenhalen. Ja. Ja. Dit zijn niet alleen Nederlandse mensen, hè? Want hier zit eigenlijk internationaal publiek komt hierop af. Wij zijn een internationaal bedrijf. Hier in Amsterdam hebben we 100 mensen werken daarvan. Daar hebben we 18 verschillende nationaliteiten. De voertaal is volledig Engels. En wij laten telkens groepen van 10 start-ups heel hard groeien. In 3 maanden doen die wat ze normaal gesproken 2 jaar kost. En van die 10 zijn er over het algemeen 7 buitenlands en 3 Nederlands. Maar wij accepteren alleen maar start-ups die een BV, een LTD of een Delaware company zijn. Dus exotische BV's uit Kazachstan, met alle respect, komen bij ons niet in. Die komen niet binnen. Nee, nee. Hey, en maakt het dan nog uit in wat voor sector ze opereren? Ja, wij doen dat telkens per sector. Dus een thema, zeg maar. Ja, dus op dit moment zijn we met 10 media startups bezig. Maar wij praten hier straks over het fintech en cybersecurity programma. Dus die startups die zitten allemaal min of meer in dezelfde sector, waardoor ze elkaar ook kunnen versterken en elkaar ook kunnen helpen. Ja. En we hebben dus ook sponsoren per programma die op die sector zijn gericht. Dus het zal je niet verbazen dat RTL, wat ik ooit heb mogen oprichten, is sponsor en partner in ons mediaprogramma. Maar Rabobank en Bank Hasselen en BNP Paribas zijn aandeelhouders in ons fintech en cybersecurity programma. Ja, ja, want je zei het net al even, je gaat met dit programma helemaal nieuw naar de beurs. Ja, dat is wel uniek, daar ben ik ook wel heel trots op, want wij zijn de eerste beursgenoteerde accelerator aan het bouwen. En je moet je voorstellen, dit is een speciaal daarvoor opgerichte BV, die onderdeel is van ons bedrijf. En dit is een kleine beurs en hier hebben we het over hele kleine bedrijven. Ook over hele kleine bedragen, relatief kleine bedragen. Mm-hmm. Maar ik vind het heel erg leuk om ergens te gaan waar nog nooit iemand anders is geweest. Ja. Dus de eerste beursgenoteerde accelerator is ontzettend leuk. Misschien nog wel belangrijker voor jouw beleggers en jouw kijkers is dat het voor het eerst is dat je in een mandje van 30 start-ups kunt nemen. En ik investeer al heel veel jaren in start-ups. Ik ben indirect aandeelhouder in bijna 900 start-ups. Zo. Ja, en voor alle duidelijkheid, dat zijn niet allemaal de nieuwe Facebooks. Maar je moet in veel start-ups investeren om er uiteindelijk een paar uit te halen die een winnaar worden. Gemiddeld overleeft 70-75% van onze start-ups de eerste 4 jaar. Dat komt omdat we ze heel zorgvuldig selecteren, begeleiden en nazorg doen. Maar als ik zeg overleven, dat is één ding. Hè? Dan heb je bedrijven die het aardig doen. Ja. Maar je wil natuurlijk een paar klappers hebben. Mm-hmm. En de ervaring is dat dat wat tijd vergt. Maar die zitten er wel degelijk tussen. Wat is het geheim van een klapper? Gedreven team. Zijn ze allemaal, zeg je al. Ja, dat is waar. Maar laat ik het anders zeggen. Ik kan niet zeggen dat als je gedreven bent, dat je een goed bedrijf bouwt. Maar het is één ding zeker. Als je niet gedreven bent, bouw je zeker geen goed bedrijf. Hè? Wij doen met al die start-ups psychologische testen. Dus elke oprichter moet een test doen voor ze bij ons binnen mogen. En wij kunnen nog niet zeggen van nou, als je een bepaald profiel hebt, word je zeker een succes. Dat zou mooi zijn. Mm. En als dat gebeurt, dan bel ik jou als eerste. Maar we kunnen wel zeggen, als je bepaalde elementen niet in je profiel hebt, en dus met name drive en passie, ja, dan ga je het niet redden. Maar wij zoeken teams die minimaal uit 3 mensen bestaan, want we willen niet van 1 persoon afhankelijk zijn. Mm-hmm. En we zoeken teams die aanvullende capaciteit hebben. Dus je wil iemand die heel gedreven is, maar je wil ook iemand die een beetje structuur in zich heeft. Want wij willen onze aandeelhouders, en dat moeten die start-ups ook doen, wel regelmatig vertellen hoe het gaat. En dan is het ook fijn als er nog iemand is die een beetje empathisch is en de industrie waarin geopereerd wordt begrijpt, et cetera, et cetera. Ja, dat zal best lastig zijn, want ze zijn natuurlijk, zeker als het over cybersecurity en fintech gaat, zijn ze natuurlijk, denk ik, vooral tech gedreven.
Ja, dat zijn... Dat, dus niet je allemaal ziet, een beetje hetzelfde profiel? Je ziet heel vaak dat... wij zien natuurlijk wel regelmatig wat tech-nerds voorbij komen. En het is inderdaad zo dat er start-ups tussen zitten die fantastisch producten kunnen bouwen, maar ze niet kunnen verkopen. Ja. Dus dat proberen we zoveel mogelijk af te vangen. We vinden het altijd heel fijn als er in die groep één, ik noem het altijd maar eventjes, hustler tussen zit. Dat er één hustler tussen zit die echt de sales ook kan doen. Mm-hmm. Ja, maar als je nu zeg maar zo'n hustler dan hebt gevonden, stel dat hij er niet in zit en je bent toch overtuigd van het mogelijke succes van zijn product. Nee, dan halen we hem niet binnen. Oké, okay. Is dat niet zo dat jullie één iemand injecteren in zo'n bedrijf uit je hele grote netwerk? Nee, nou we hebben wel start-ups die zo veel potentie hebben. We zeggen van we willen je graag mee laten doen, maar je voldoet niet aan alle voorwaarden. Mm-hmm. Dus, en we willen je best helpen om aan de voorwaarden te voldoen. Maar je moet wel uiteindelijk eerst aan die voorwaarden voldoen voor je binnen mag komen. Dus kijk, wij doen fintech in Amsterdam, maar we doen het ook in Melbourne, we doen het ook in Cairo, we doen het ook in Mexico City, we doen het ook in Dubai. Dus als een start-up niet klaar is om het hier bij ons in Amsterdam te doen, dan zeggen we nou, wacht maar 3 maanden en dan ga je ergens anders in de wereld mm-hmm. meedoen. Mm-hmm. Of omgekeerd, als iemand in Melbourne er niet klaar voor is, dan komen ze naar Amsterdam toe. Ja. Ja. En even voor de goede orde, je hebt nu dus die IPO, hè? Je gaat dus via an exchange ga je die aandelen zo meteen op de beurs brengen. Ja. Ik heb begrepen, jullie krijgen in ruil voor het in huis halen van het idee, krijgen jullie 8% van de aandelen. Ja, wij vragen 6-8% van de aandelen. Sommige startups zijn al zo ver dat het onredelijk is om nog 8% te vragen. Maar het principe is 8% van de aandelen. En daarvoor betalen wij €15.000 per start-up. Mm-hmm. Voor 30 start-ups dus 4,5 ton. Ja. Ik noem dat pizza geld. Mm-hmm. €15.000, daar kan je heel weinig mee. Maar je moet nou eenmaal betalen voor aandelen. Wil je aandeelhouder kunnen worden in Nederland en overal in de wereld? Had ook een euro kunnen zijn. Ook een euro kunnen zijn. Maar €15.000 is een beetje de onderkant van de industrienorm. Maar daarbovenop leveren wij voor bijna €400.000 per start-up aan diensten. Die komen voor een deel van sponsoren. Google is een sponsor en stelt cloud-opslag ter beschikking. We hebben advocatenkantoren die gratis juridische ondersteuning geven, dat soort zaken. Dus je krijgt sowieso ook 6 maanden kantoorruimte hier. Dat zit allemaal in dat hele pakket. In dat pakket. Dus cash krijgen ze €15.000, maar het aantal diensten is vele malen groter. Want die start-ups doorlopen in die 3 maanden ook een soort van curriculum. Dus die hebben een lesprogramma en die besteden ongeveer 20-25% van hun tijd aan echte lessen. En het aardige is nou juist van deze IPO dat de mensen die de eerste 62 tickets kopen, dat die het recht hebben om mee te doen aan dat programma. Okay. Dus alle lessen die start-ups krijgen, kunnen zij bijwonen. Ja, heb ik geen verstand van cybersecurity. Maar nee. Wat voor lessen zou ik dan... Nou, wij geven ook geen les in cybersecurity, want dat doen die start-ups zelf heel erg goed. Mm-hmm. Maar wij geven bijvoorbeeld wel les in lean start-up methodologie. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord, maar het principe van lean is dat je eigenlijk al dingen test voor ze gebouwd zijn. Vroeger was het zo dat een grote onderneming als Philips, die besteedde 40 miljoen aan een nieuw scheerapparaat. Ja. En vervolgens 20 miljoen aan een reclamecampagne. En dan kwamen ze erachter dat niemand het scheerapparaat wilde hebben. En tegenwoordig leren wij dat soort bedrijven dat je ook een mooie afbeelding kunt maken van hoe zo'n apparaat eruit zou kunnen zien. Dat je daar voor €1000 mee kunt adverteren bij Google en Facebook. Dat je kunt kijken of daar iemand op reageert. Als er niemand reageert, is het misschien niet zo'n goed idee om dat scheerapparaat, mm-hmm. om daar 60 miljoen in te steken. Ja. En dat klinkt eigenlijk zo simpel en zo makkelijk, maar het is zo moeilijk voor grote bedrijven om dat goed te implementeren. Dus wij leren die start-ups, ook al kennen ze bijvoorbeeld de cybersecurity-industrie heel erg goed, mm-hmm. en die hebben een heel goed idee om een bepaald product te maken, we leren ze om eerst dat product te valideren. Ja. Ik heb niet alleen successen, maar ik heb ook grote missers gehad in mijn leven. Ik heb aan de wieg gestaan van Sport 7. En Sport 7 heeft alle aandeelhouders in totaal €200 miljoen gekost. En ik heb dat opgericht samen met John de Mol en onder andere Joop van den Ende. En mensen dachten van nou, als die drie dan moet het goed gaan. Erachter zitten, die weten zoveel van tv, en dat dachten wij zelf ook, dan moet het goed gaan. Mm-hmm. En het werd de grootste mislukking uit mijn carrière. Misschien wel omdat we zoveel van tv wisten. Mm-hmm. Dus ik heb
letterlijk met vallen en opstaan geleerd. Dat ook al weet je nog zoveel van een bepaald product. Je moet eerst kijken of er behoefte is aan een oplossing voor wat jij ziet als een probleem. Ja, wat je zegt eigenlijk, de meeste mislukken omdat ze een oplossing voor iets hebben wat eigenlijk geen probleem is. Weet je, heel vaak heb je startups die worden, en trouwens ook in het grote bedrijfsleven zie je dat, mensen worden verliefd op hun oplossing, maar kijken niet meer goed naar het probleem. Mm-hmm. Dus dat is het grootste probleem waarom startups ten onder gaan. En het tweede is onderlinge ruzies tussen teams. Wij vragen minimaal 3 oprichters, want we willen niet van 1 persoon afhankelijk zijn. Maar die beginnen samen een bedrijf en zeggen, we gaan er alles aan doen om het een succes te maken. En dan, na 2 weken zegt hij, ja, sorry, mijn schoonmoeder is ziek, ik moet de kinderen van school halen. De 3e dag voelt zijn vrouw zich niet lekker en de 4e dag heeft oma de verjaardag. Nou, dan ontstaat een wrijving en dan klapt zo'n team uit elkaar. En wij eisen van al onze startups die meedoen dat ze minimaal 1 in de maand met een pre-mediator gaan zitten. Hmm. Niet een mediator, okay. Een pre-mediator. Ja. Niet om problemen op te lossen, maar om problemen te voorkomen. Ja. En dat is de belangrijkste reden waarom wij zo'n enorme hoge survival rate hebben. Onze survival rate is misschien wel, ik kan niet helemaal controleren, maar ik denk dat het de hoogste ter wereld is. Ja, want je zegt na 4 jaar bestaat 70% van ons, de door ons binnengehaalde startups, die bestaan nog. Ja. En dat komt door een aantal zaken. Extreem strenge selectie aan de voordeur. Hè. Wij zien 1000 aanmeldingen, er kunnen maar 10 meedoen. Hele intensieve begeleiding tijdens het programma. Een hele goede nazorg. Zolang die startups maar vertellen hoe het met ze gaat, krijgen ze bij ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning. Hoe lang duurt het trouwens? Hoe lang blijven ze in dat programma? Het programma is op zich is 3 maanden. Hè. Ja. Dus het opleidingsprogramma. Dat is echt de opleidingsperiode. Daarvoor zijn wij natuurlijk al bezig met de selectie en de marketing daarvan. Mm-hmm. Daarna krijgen ze 3 maanden wat wij noemen een fade-out periode. Dan mogen ze hier nog 3 maanden zitten. En dan helpen ze met het ophalen van financiering. Gemiddeld halen ze in die periode 600.000, 700.000 euro op. Met uitschieters naar een paar miljoen. En daarna kunnen ze ons dag en nacht bellen als ze maar vertellen hoe het met ze gaat. En dat vergeten ze nog wel eens. Ja. Want die mannen en vrouwen die zijn allemaal zo druk bezig om een bedrijf te bouwen. En die denken wel eens van, eerst toch maar even met die klant praten en niet met die aandeelhouder. En wij dwingen ze, weet je, wij eisen gewoon, als je ondersteuning wil hebben, dan moet je ons vertellen hoe het gaat. Mm-hmm. En zeker als we deze accelerator naar de beurs brengen, is natuurlijk voor de investeerders heel belangrijk dat die weten hoe het gaat. Ja. Dus sowieso doen wij elke 3 maanden een rapportage met de waardering van de startups erin. En het laatste nieuws over de startups wordt, any moment is dat toegankelijk via de N-Exchange community en de website. Maar wij moeten echt wel een aantal van die startups achter hun broek aanzetten om te vertellen hoe het gaat. En voor alle duidelijkheid, wij adviseren die startups niet alleen te vertellen wat er goed gaat, maar vooral wat er misgaat. Mm-hmm. Dat willen we het liefst weten. Mm-hmm. Ja. Ja. Hey, en dat geld wat ze dan tussentijds nog een keer nodig hebben, na 3-6 maanden, waar komt dat vandaan? Heb je dan een community ook daaromheen? We hebben zelf een lijst met 1300 investeerders. We hebben een aantal investeerders, dat is echt onze hardcore basis. We hebben een aantal investeerders die zitten in 18 van onze startups, direct. Hè. Mm-hmm. We hebben er ook een aantal die al jaren bij ons investeren. Dat zijn minimum tickets van 450.000 euro. Okay. En dat was voor sommige mensen niet haalbaar. En die zeiden, vroeger kan je niet wat kleinere tickets doen. Vandaar dat we op de 37.500 euro zijn gekomen, die we nu in de IPO doen. Ja, want dat moeten we misschien nog even duidelijk maken. Als ik het goed begrepen heb, zeg je eigenlijk, er komen er 10 per jaar binnen. Ja. Allemaal uit de fintech cybersecurity. Ja. Die gaan in het mandje. Dat doen we 3 jaar achter elkaar. Ja. Hebben we er in totaal 30. Ja. De investeerder betaalt 37.500 euro als IPO. En krijgt dan 1 zo'n mandje van 30 startups. Ja. En krijgt dan, als je het omrekent, 0,06. Dat lijkt een heel klein percentage van het aandelenkapitaal van zo'n bedrijf. Ja, toch? Dat klopt. Zo zit het in elkaar. We hebben 62 tickets beschikbaar. Er zijn er trouwens al heel veel van weg, zeg ik met enige trots. Maar je koopt dus voor 37.500 euro een mandje van 30 startups. En je belang bestaat uit 1000 certificaten van aandelen die individueel verhandelbaar zijn. Ja. Dus 37,50 per aandeel. 37,50 per aandeel is vanaf 26 november op N-Exchange individueel verhandelbaar. Dus je koopt er 1000. Als je zegt na 2 dagen, ik wil er 100 kwijt, dan kan dat. Ja. Afhankelijk natuurlijk van de vraag. Ja, precies. Het is natuurlijk de vraag hoeveel markt er zal zijn in het begin. Ja. Maar goed, in theorie is dat in ieder geval dan de mogelijkheid. Ja.
Hey, en, er wordt minder in dit aandeel gehandeld dan in koninklijke olie, vrees ik. Maar goed. Ja, die kant. Maar de koninklijke olie is al klein begonnen, hè? Dus ja, dat moet kunnen. Ja. Ja. Hey, en staan er nou nog meer van dit soort programma's op stapel? Nou, wij doen er per jaar een stuk of 20 in de hele wereld. In januari doen we een Health Accelerator samen met het Amsterdam Health and Technology Institute. Echt helemaal op de medische wereld gericht. Dit is voor ons de eerste keer. Als het goed gaat, dan ben ik ervan overtuigd dat heel veel van onze start-ups zelf dit traject willen doorlopen. Mm-hmm. En ik denk dat wij dan wel gaan kijken of we ook een mediaprogramma, ook een gezondheidszorg, we doen commerce, e-commerce en dat soort programma's kunnen doen. Ja. Dus dat is en dat zou je dan theoretisch allemaal via an exchange kunnen laten lopen? Dat zou ik het liefst via an exchange willen laten lopen, want het is in ons belang te zorgen dat de liquiditeit en dat de traffic daar komt. Ik vind het ook belangrijk en ik hoop dat het in de toekomst net zo makkelijk wordt om een aandeel te kopen op an exchange als dat je dat doet bij Euronext. Mm-hmm. En dat je het gewoon via je broker kunt doen. Kunt aankopen, dat is nu nog niet mogelijk. Het onboardingproces houdt wel in dat je een N-Exchange account moet aanmaken. Daar hoort een koppeling bij met een bankrekening bij ABN AMRO. Dat is best even, daar moet je wel eventjes enige moeite voor doen. Mm-hmm. Maar dan heb je ook wat, want dan kan je daarna 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar kan je handelen. Ja. Wat natuurlijk, als jij midden in de nacht op Euronext wil handelen en je wilt dat via een broker doen, is dat toch ietsje ingewikkelder. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay, nou, daar weet jij veel meer van dan ik. Dus. Ja, dat is een andere business inderdaad. Goed. Ik nog even terug naar ook dat succes. Hè? Want we zeiden al, succes bij een start-up. Hè? Hoe groot moet nou het succes zijn voordat je daar als investeerder zo meteen ook echt iets aan gaat hebben? Want kijk, het is een relatief klein percentage wat je hebt en houdt. Dat is dus waar. Er moet echt wel wat gebeuren, toch? Ja. Voordat je een beetje rendement gaat maken. Zeker, kun je daarover vertellen? Wij hebben een aantal programma's gedaan. Onze meest succesvolle exit tot nu toe is van een Duits bedrijf, Relayer. 4 mannen, ik zeg met enige trots, André, alle 4 52 jaar of ouder, die in ruim 5 jaar tijd dat bedrijf hebben opgebouwd tot een waardering van $300 miljoen. Mm-hmm. Dat is verkocht en daar hadden wij op dat moment nog 1,3% van. Dus we hebben iets van een ruime 3 miljoen daar kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders. En dit was overigens destijds maar een mandje van 10 start-ups. En daar hebben onze aandeelhouders een rendement op gemaakt tot nu toe van 198%. Okay. Dat is leuk. Ja. Maar dat is een exceptionele geval. Het gemiddelde rendement, als je kijkt naar vergelijkbare programma's, ligt rond de 84-85%. Aan het einde van een bepaalde looptijd? Aan het einde van een periode van 5 tot 7 jaar. Daar moet je van uitgaan. Maar ja, weet je, de ellende is, je weet niet van tevoren wat het nieuwe Facebook is. Mm-hmm. Ik zie al die startups binnenkomen. Ik denk, nou, dit wordt het helemaal. Ja, en dan kan het gebeuren dat zo'n bedrijf 2 jaar later niet meer bestaat. Maar er zijn ook bedrijven bij waar wij 8,5 jaar geleden mee zijn gaan werken, die het nu fantastisch doen. Mm-hmm. Een bedrijf waar ik, wat ik nooit zal vergeten, 3 hele jonge jongens die bij ons binnenkwamen, 18, 19, 20 jaar oud, SendCloud, is 2 jaar lang het snelst groeiende bedrijf van Nederland geweest. Nou, die doen het fantastisch en ik mag niet over de waardering van SendCloud op dit moment praten, maar je hebt het over vele tientallen miljoenen. Mm-hmm. Dat zijn geweldig als je dat soort pareltjes ontdekt. En die leveren natuurlijk het rendement op. Wat ik al zei, je hebt een paar, hopelijk pareltjes bij, dan heb je een aantal bedrijfjes die doen het gewoon aardig, zijn winstgevend, overleven en dan gaan er ongetwijfeld ook een aantal ten onder. Ja, dat hoort bij de business, bij het spel. Dat hoort erbij, ja. En ik heb best veel mensen in het verleden ontmoet die individueel in start-ups investeren. Ja, dan heb je uiteraard een veel grotere kans om de hoofdprijs te winnen als je goed selecteert. Maar ik ken er weinig die daartoe in staat zijn. Mm-hmm. Zo werkt het gewoon niet. Ja. Dus wij geloven zelf heel erg in spreiding van je risico en dan hopen dat het goed gaat. Spreiding van je kansen in dit geval. Ja, hè? Zo is het. Hey, en als je het over risico hebt, want ja goed, uiteindelijk is niks zonder risico, dit ook niet. Ja. Hoe zie je dat risico? Nou, wij vragen dus, laat ik als voorbeeld noemen, iemand die 1 ticket koopt voor €37.500. Ten eerste, wij vragen dat geld in 1 keer. En je krijgt de aandelen ook onmiddellijk, de certificaten van aandelen onmiddellijk overgemaakt. Maar we doen dus 3 keer 10 start-ups per jaar. Dus in eerste instantie zal een deel van dat geld op de bank blijven staan. Mm-hmm. Maar het is niet onze intentie om op geld te blijven zitten. Dus zo gauw er opbrengsten uit exits komen, gaan we dat uitkeren aan onze aandeelhouders.
En de mensen die investeren krijgen een hurdle van 8%. Dus sowieso als je 37.500 euro investeert en, en wij gaan geld verdienen, dan krijg je ruim 40.000 euro terug. Dat is één. De eerste mensen die worden terugbetaald zijn de mensen die geld hebben betaald. Dus dat zijn de investeerders uit de IPO, BNP Paribas, Banca Sella uit Italië en de Rabobank. Want die hebben samen 20% van de aandelen. Ja. En dan hangt het er natuurlijk vanaf hoeveel we verkopen. We hebben zelf een paar scenario's geschetst. Dat het totale bedrag wat we ophalen is 3,6 miljoen. Op een waardering van 4,5 miljoen, voor alle duidelijkheid. We houden zelf ook een stuk van de aandelen. Ja. Laat ik vooropstellen, we hebben nog nooit een programma gedaan in deze categorie waar we maar 2 miljoen aan returns hebben gehad. Maar als dat gebeurt, dan leiden onze investeerders een verlies van 40%. Halen wij 4 miljoen terug, nou, dan zit er een heel klein winstje in. Doen wij 6 miljoen, dan wordt dat al heel interessant. Doen we 8 miljoen, omdat we een partij als Relayer daartussen hebben, ja, dan praat je over rendementen van 100-150%. Ja. Dus dan gaat het hard. Ja, dan gaat het hard. Okay. Ja. Maar het maximale risico, misschien toch voor alle duidelijkheid. Ja. Het is niet zo dat wij naar de aandeelhouders terug zullen gaan en zeggen van je hebt 37.500 euro gestort. Kan er nog wat bij, want het gaat zo slecht met ons. Mm-hmm. En wat wij ook nooit doen, dus je risico wordt nooit groter. En wij doen nooit vervolginvesteringen. Soms is dat wel jammer, want als je dan zo'n klapper hebt, dan zou je willen dat je natuurlijk veel meer in had. Maar het is heel makkelijk voor mij om te zeggen tegen jou van we hebben zo'n hoge overlevingskans met die start-ups. Maar als je maar door blijft investeren, ja, dan blijft elk bedrijf bestaan. Ja. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet haalbaar. Dus wij doen nooit vervolginvesteringen. Van de andere kant, degene die zeg maar nu vrij verhandelbaar die aandelen al in zijn bezit heeft, zou kunnen bijkopen als hij daadwerkelijk... Ja, als je meedoet aan het programma en je ziet de kwaliteit van die start-ups, dan kan je bepalen om zelf individueel in een van die start-ups nog te stappen. Ja, ja. En dat gebeurt echt regelmatig. Mm-hmm. Hè? Ja, maar ik zeg altijd, als ik toch een advies mag geven, ook nog aan jouw kijkers. Dit is een eenmalige investering en we komen nooit bij je terug voor meer geld. Mm-hmm. Maar de meeste investeerders die in start-up stappen, die moeten zich realiseren dat het nooit bij één ronde blijft. Maar dat er altijd, het is pay or dilute. Ja, of je betaalt bij, of je gaat verwateren. Want die start-ups die gaan natuurlijk allerlei rondes doen om additioneel geld op te halen, om weer de volgende sprong te maken. Ja, 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 ja. En wij doen dus nooit vervolginvesteringen. Wij hebben wel een anti-verwatering. Wij verwateren pas vanaf 2 miljoen. Okay. Dus vanaf het moment dat die start-up meer dan 2 miljoen waard is, gaan wij mee verwateren. Oké, maar dan heb je al een bepaalde waarde in handen. Dan heb je al een bepaalde waarde in handen. En als wij onder de 5% dreigen te zakken, dat heb je in Nederland de deelnemingsvrijstelling. Ja. Als dat het geval is, dan weten wij dat we binnen 3 jaar moeten proberen om van die aandelen af te komen. Want anders dan moeten we er 25% belasting over betalen. Ja. En wij betalen keurig de belasting, maar we worden niet heel erg blij van als dat nodig is. Snap ik. Dus, Heel goed. Nou, ik denk volledig duidelijk. Hè? Ik zeg altijd, als je zo'n investering doet met een beetje risico, niet goed geld weg. Ja, dat moet iedereen zich realiseren. Ja. Er zit hier een hoog rendement, dus in dit geval ook een dito risico. Ik vind het wel leuk dat je ook als investeerder deze keer ook, zeg maar, ook zo bijna educatie erbij kan doen. Ja. Er zit een lesprogramma bij. Nou ja, dat geldt uiteraard niet voor mensen die na 26 november individueel één certificaat van een aandeel kopen. Dat is alleen voor de mensen die eerste 62 tickets kopen. Kijk, André, ik kan niet garanderen dat deze belegging een gigantisch succes wordt. Mm-hmm. Ik kan wel garanderen dat wij er alles aan doen om het een gigantisch succes te maken. Nou, dat lijkt me een mooi slot. Ik wil je danken voor je moeite. Dank je wel. En veel succes met dit Startup Bootcamp. We gaan alles aan doen.